Hoe vaak ik al in Latijn kom? Ik kom elke dag, 3 keer op een dag gemiddeld. Vanaf 's ochtends vroeg, om 10 uur ongeveer. Ja, dan begint de dag, hè. Dan ga je daar lekker zitten. En dan met de mannen praten. En dan ga je naar je werk. 'S Middags, na het eten, vind ik het lekker om even een kopje koffie te drinken. Dan blijf ik daar meestal tot 2:30 hangen. Dan ga ik nog even stevig aan de slag. En dan zo tegen het eind van de middag, vlak voordat de tijd sluit, neem ik nog even een bakje. Ik kom dan nu al 19 jaar. Dat onvoorspelbare wat er gebeurt, of die interactie tussen diverse mensen. Je hebt de toeristen die er komen en gewoon de locals. Je hebt daar de leukste ontmoetingen en het ontwapent. Iedereen wordt eigenlijk veel vrijer en losser door die omgeving ook. Het is als het ware uit nood ontstaan. Omdat op de Zeedijk was er een verbod op koffiehuizen. Die was uiteindelijk ontstaan omdat al die junks hier in die koffiehuizen natuurlijk dealden. En ik snap dat ook wel, maar het was voor die meiden die deze zaak gestart hebben, Daan en Carolien, best vervelend, omdat ze juist een koffiehuis wouden beginnen. Dus toen hebben ze na enige tijd nadenken het volgende bedacht: we beginnen een antiekzaak met een kopje koffie voor de klanten. Uiteindelijk kregen ze, dankzij de hulp van de wijkagent Joep, permissie om een koffiehuis te mogen beginnen. Ze kregen een vergunning. Maar dat idee van het antiek en de koffie hebben ze gehouden. De eigenaar nu is David Klinkhaan. Volgens mij vond hij het wel een avontuur om deze zaak over te nemen en hem voor te zetten. En het is ook op een heel groot succes uitgedraaid. Waar zou dat lied moeten over gaan? Ja, en als je in Latijn een paar keer bent geweest, dan denk ik dat het vooral over interactie tussen mensen gaat of tussen ontmoetingen. Ik noem het wel eens de dikke boom die vroeger in de dorpjes stonden, waar altijd alle mannetjes omheen verzamelde en dan de dagelijkse beslommeringen bespreken. Dat is eigenlijk wat Latijn ook een beetje is voor de nieuwmarkt.